op 9-9-9, de dag van de duurzaamheid, hebben wij een spaarlampenwisselrace georganiseerd. De schoolkinderen kregen een spaarlamp en deze hebben ze bij verschillende winkeliers rondgebracht in ruil voor een oude gloeilamp. Dat heeft een energiebesparing opgeleverd van een gemiddeld gezin van 4 personen van een heel jaar. Licht is voor ons heel belangrijk. Met kleding en mode heb je te maken met heel veel kleur. Je ziet hier ook heel veel tinten in roze en met blauw. Wij wachten inderdaad eigenlijk op de goede kleur LED. Omdat dergelijke kleuren natuurlijk goed uit het vak moeten komen. Die moeten er wel uit blijven springen. Dat doen ze met de huidige verlichting. En we wachten tot LED ook zover is. Op 11.11 gaan wij natuurlijk weer meedoen aan de Dag van de Duurzaamheid. Waarschijnlijk gaan we een hele ludieke fair trade actie doen. Of weer iets met schoolkinderen. Op de Dag van de Duurzaamheid, 11.11, dan hoop ik dat de huidige lampjes vervangen zijn voor LED-lampjes. En wat ga jij doen op 11.11? Wat doe je zelf op 11.11? Meld je aan op www.dagvandeduurzaamheid.nu.